Goedendag. Toch wel een heel ander weerbeeld dan we vorige week hadden. Toen nog die zomerse warmte, regionaal zelfs tropische warmte. Nou, daar kunnen we nu alleen maar van dromen, want de temperatuur komt vandaag nauwelijks boven de 20 graden uit. En we hebben te maken met een mix van wolken en zon en in het noorden van het land. Zelfs enkele stevige buien die overtrekken. Naast nattigheid zorgen die toch ook wel voor hele mooie plaatjes. Zoals deze regenboog die ik binnenkreeg. Heb je nou ook mooie weerfoto's? ze dan vooral naar ons in. Dat vinden we hartstikke leuk om te zien. Nou, we hebben we dat wisselvallige weer aan te danken? En Dat koele weer dat komt doordat de stroming naar het noordwesten is gedraaid. En met die noordwestelijke stroming wordt redelijk koude lucht aangevoerd. En dus ook met regelmatig storingen die overtrekken. Dat zien we ook goed gebeuren. Dinsdag nacht en dinsdag overdag ook nog enkele buien. Daarachter weer enkele opklaringen. En dan eigenlijk een herhaling van zetten op de woensdag. Dan echt wel een stevig frontaal systeem wat dan overtrekt. Met stevige buien en met name hele lage temperaturen voor de tijd van het jaar. Ik denk dat we dan maar maximaal naar zo'n 15 of 16 graden gaan. En dat is echt wel te koel cool voor de tijd van het jaar. Met regelmaat ook zien we dat die isobaren wel dicht bij elkaar liggen. Die lijnen van gelijke luchtdruk. En dat betekent dat de wind ook echt wel merkbaar aanwezig is. Dan even naar de weersymbolen voor vandaag. De temperatuur komt uiteindelijk nog wel uit, zo tussen 17 en 19 graden. Lokaal misschien nog wel een 20 graden in het oosten van het land. Met name het noorden heeft dus ook te maken met die buien die overtrekken, maar die nemen in de loop van de middag wel wat in activiteit af. En de wind die is westelijk en overwegend matig van kracht. Vanavond verdwijnen op de meeste plaatsen dan die buien. Is het eigenlijk best wel een vriendelijke avond, graad of 14 tot 16. Alleen het noorden blijft nog wel gevoelig voor een enkele bui. Maar met name die droge momenten met een zonnige perioden, die zullen toch wel echt overheersen. Vannacht starten we dan eerst nog droog, maar in de loop van de nacht neemt de bewolking vanuit het westen steeds verder toe. En uiteindelijk volgt aan het einde van de nacht in het westen van het land dan ook de eerste regen. En die gaat zich dan in de loop van de nacht verder uitbreiden over ons land. De wind is daarbij iets afgezwakt, bovenland slechts zwak van kracht aan zee nog wel matig. Nou, morgen starten we dan ook nog met die regen en bewolking. Kan dan echt wel een beetje grauw gaan aanvoelen. Met name het oosten en zuidoosten houden nog lange tijd met die regen en bewolking te maken. Pas aan het einde van de dag komt vanuit het westen het zonnetje er steeds vaker bij. En dan kan de temperatuur uiteindelijk nog wel oplopen naar zo'n 17 of 18 graden. En bij dat alles staat er een noordwestelijke wind matig boven land, tot mogelijk nog wel vrij krachtig aan zee. Daardoor kan het toch echt wel wat kouder aanvoelen. Dan nog even naar de koudste dag van de week. Of koelste dag. Dat is de woensdag. 15 of 16 graden. Terwijl we normaal wel echt temperaturen van 22 of 23 graden mogen verwachten. En met regelmaat, dus die stevige buien die overtrekken. De paraplu die zal je echt even uit de kast moeten halen. Maar wel goed vasthouden. Want er staat ook een matige wind boven land. En ook aan zee. Vanuit het westen, waarmee dus ook die koele lucht wordt aangevoerd. Pas aan het einde van de dag. Dan worden waarschijnlijk die maxima bereikt. Als het zonnezin er nog heel even tussendoor piept. Maar goed, dan zullen de meeste mensen toch al heel veel van die nattigheid moeten hebben doorstaan. Krijgen we dan nog wel een verbetering van het weerbeeld? Ja, toch wel. Want op de donderdag zien we met name die droge momenten die overheersen. Met dan een graad of 18. En ook echt wel wat ruimte voor de zon. Dat is ook de vrijdag het geval. Ziet er best positief uit met een graad of 19. In het weekend gaan we weer naar 20 graden. Met name op zaterdag dan nog wel kans op enkele stevige buien. Zondag ziet het dan weer wat droger uit. En als ik de iets langere termijn erbij pak. De zomervakantie staat natuurlijk ook op het punt van beginnen op 8 juli. En dan zien we toch wel iets van een stijgende trend. We gaan in ieder geval weer naar die 20 graden. En dat zal voor heel veel mensen toch wel prettig zijn. En met name dat weerbeeld zal voor veel mensen belangrijk zijn. Gaat dat droog zijn of juist heel erg nat als je op de camping gaat staan... De langere termijn verwachtingen zien er echt wel wat beter uit. De komende dagen, dus wel grote neerslagkansen. De hoeveelheden zijn niet heel erg groot, maar je kan er toch wel nat van worden. Op langere termijn, waarschijnlijk toch iets meer invloed van hoge druk vanuit het zuiden van Europa. Met dus die dalende neerslagkansen. Dat ziet er dan toch weer ietsje positiever uit voor het begin van de zomervakantie. Tot de volgende keer.